Zo. Goedenavond. Welkom allemaal bij Kirak 16. King Philip and the Pied Flycatcher. Een film waarin Kate Sinha, Stefan Ruitenbeek en Tarik Saduma worden uitgenodigd in het Van Abbe Museum. En al snel bevinden ze zich in een soort van rare driehoeksverhouding met de promotors van het museum en met directeur Charles Esche. Mijn naam is Jante Mosselman, ik ben programmamaker in de Bali en ik leid zo het nagesprek voor u. En daarom heb ik eigenlijk twee korte mededelingen. Ten eerste, deze avond wordt live gestreamd. Dat houdt in dat u tot in de eeuwigheid te zien bent op de website van de Bali. Mijn tweede mededeling houdt daar verband mee, want het is belangrijk daarom dat u in de microfoon praat, want anders bent u ook nog eens onverstaanbaar te zien voor heel erg lang. Dus als u een vraag heeft of een opmerking, wacht dan eventjes totdat ik of Adelheid naar u toe kom met de microfoon. We hebben volgens mij een hele mooie avond voor u. We beginnen zo dadelijk met een inleiding van Martin Koolhoven. Daarna kijken we de film. En dan is er een gesprek met Kate Sinha en Stefan Ruitenbeek van Kirak natuurlijk. En daarin heeft u ook ruim de tijd om vragen te stellen. Volgens mij was dat het. Fijn dat u er allemaal bent. Ik weet niet of ik dat al gezegd had, maar echt super gaaf dat het zo ontzettend vol zit. En dan geef ik nu graag het woord aan Martin Koolhoven. U kent hem ongetwijfeld van zijn films van Brimstone, van Oorlogswinter, van Het Schnitzelparadijs. Ongelooflijk goed filmregisseur, filmmaker. En we zijn heel blij dat hij er vanavond is. Geef hem een warm applaus. Ik hoor jullie wel denken, wat weet die Koolhoven nou van kunst of van documentaires? Nou, helemaal niks eigenlijk. Dus ik vraag me eigenlijk net zo als jullie af waarom ik hier ben. Laat ik beginnen met vertellen dat ik, volgens mij was het anderhalf jaar geleden, kreeg ik een appje van een vriendin. En die zei, hier moet je eens naar kijken. Want ik vind dat wel interessant. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. En dat was dat filmpje over met Mondriaan. Ik ga er een beetje vanuit dat jullie alles gezien hebben. Is dat zo? Nee? Nou, Kirak, Mondriaan, internet, huppatee. En, dan, nou. En ik zag dat. Ik begreep het niet helemaal. Dus ik begon me een beetje op te winden. Ik zei, ja, maar het is makkelijk. En zo kun je alles bewijzen. En de macht ligt bij hun, en montage, bla, bla, bla. Dat hele argument. En ik vond het eigenlijk een beetje vervelend. En toen begon ik ook over... Ik ben ook wel een esthete, dus ik begon ook over de vorm. Ik zei, ja, weet je, het is amateuristisch. En die voor je over is slecht gedaan. Waarom moet die echo erop? Ja, maar dat is ironie op ironie. En die hele discussie. Kort daarna merkte ik dat ik toch wel de behoefte had om toch nog wel nog een keer op een volgend filmpje te klikken. Want wat is er namelijk leuker dan, zeker als je er niet heel veel verstand van hebt, dat er mensen zijn die zeggen van die kleren van die keizer, dat is er niet, die meneer is naakt. Dus ik beleef er een enorme lol aan. Aan een voor mij kijkje in de keuken van de kunstwereld, die voor mij heel exotisch is. En ik, zo leerde ik zaken over kunsthandelaren. Het was iets waar ik me dan weer aan de kant van de persoon die getroffen werd en dan weer aan de kant van de makers. Dus wat ik heel interessant vond, is dat ik er over dingen na begon te denken. En dat gebeurt niet heel veel, dus dat is erg prettig. En af en toe leerde ik ook nog wel iets over kunst, dat is ook wel prettig. En op een gegeven moment, toen kwamen ze dan in iets wat dichterbij kwam, kwamen ze in de filmwereld. En dat, draaiden ze een filmproducent een loer. En toen gingen ze iets opnemen waarbij ze ook zeiden van dat ze dat niet deden. En was ik weer helemaal om. Dan zeg ik, godverdomme, de klootzakken, dat flik je niet. En zo. Nooit de waarheid is niet belangrijk. Het gaat om het een goed verhaal is. Dat zou jij moeten weten. Nou ben ik helemaal van me apropos. Wat gebeurde was dat ik toen zei van, oké, ik snap het. Het laat iets zien.
wat je alleen maar op die manier waarschijnlijk kan laten zien. Maar waarom doen ze dat dan met mensen die niet... Neem dan een beroemde regisseur of een beroemde producent. Een tijdje niet meer gekeken. Toen werd ik in één keer, kreeg ik via Facebook een berichtje van Stefan. We hebben een nieuwe Kirak gemaakt en we zouden het een eer vinden als jij dat zou willen kijken en zou willen inleiden. Ik voel dus ook een nattigheid. Ik denk, oh ja, daar gaan we. Ik ben aan de beurt. Mag ik je bellen? Oké. Dus ik, volgens mij was ik redelijk voorzichtig ook in dat gesprek. Ik denk dat wordt allemaal opgenomen. Stuur maar een linkje. Zei ik, nee, ik wil graag erbij zijn als je het ziet. Oké. Na veel vijf en zes ben ik hier naartoe gekomen. Heb ik de film gezien. En toen merkte ik wel, oké, het is eerlijk, het is wel gewoon oké. Er waren ook andere mensen en er wordt me geen loer gedraaid. En ik zag die film, die jullie straks gaan zien, waar sommige van jullie ook in zitten. En die vond ik heel interessant. De film is afgelopen, ik heb me vermaakt. Wat doe je dan als mensen die aankijken? Dan zeg je, ik ga even een sigaret roken. Dus ik ben meteen naar buiten gegaan. Tariq ging toen mee. Dus wij stonden buiten, stonden wij te praten over de film. Wat ik zei was, zoals ik me herinner, was dat ik zei dat ik interessant vond dat dat ook hier, dat ik iets, een gedachte kreeg. En dat ik vrij snel ook weer na ging denken over de gedachte die ik kreeg. Concreet, ik merkte dat ik zelf in onderdeel was van een tijdgeest waarvan ik niet per se onderdeel van zou willen zijn, maar daar ontkom je blijkbaar niet aan. Wat gebeurde er? Er is op een gegeven moment kritiek op mensen. En die mensen, dat zijn mensen die normaal heel erg bezig zijn met inclusiviteit en al dat soort dingen. Ik ben niet iemand die per se heel erg bekend staat om een grote rol te spelen in die hele discussie van privilege en dat soort dingen. Maar ik merkte dat ik zelf, van die mensen die daar waren, die ook aangevallen werden, dat ik dacht van, ja, maar kennen jullie privileges wel? Want jullie zijn enorm bezig met allerlei zaken die jullie heel inclusief. Maar op het moment dat je zelf aangesproken wordt, ben je niet bewust van de privilege die je zelf hebt. En tegelijkertijd haatte ik toen mezelf, omdat ik blijkbaar die gedachten dan ook heb. Weet je, dat je dan ook weer onderdeel bent en dat je dus niet loskomt van de tijdgeest en dat je daar dus ook door besmet wordt. Kortom, dat was de discussie die we hadden. Nou, toen was die sigaret ongeveer op en toen gingen we naar binnen. Nee, dat ga ik nu vertellen. Hij wil weten wat hij zei. Het gaat niet altijd, het komt zo. Dus wij komen binnen. En Philip, zwaai even, waar ben je? Daar. Daar. Was een enorme discussie. Want Philip had een hele andere film gezien dan ik. Vond daar van alles van. En er werd van alles gezegd waarvan ik totaal niet begreep waar hij het over had eigenlijk. En vervolgens zei Tariq, wat Martin net buiten zei, dat is heel interessant. En die begon over een aflaat en over ziel afkopen. Allemaal dingen die ik niet had gezegd. In een zeer korte tijd had ik het idee dat ik dus in een aflevering van Kirak beland was. Waarbij duidelijk alles ging over perceptie. Wat volgens mij wel een rode draad is in wat ik van hen gezien heb. Wat er ook gebeurde, het was een krankzinnige discussie, vond ik. Want ik heb ooit iemand die in een psychose gezeten had, heb ik ooit gevraagd. Van hoe was dat nou? Weet je, toen jij in een psychose zat, voelde je toen dat je gek was? Of zei hij, nee, ik voelde me kraakhelder. Ik had alleen het idee dat de hele wereld om mij heen gek geworden was. Die avond dus, of ik zat in een psychose, of deze mensen allemaal zijn zo gek als een deur. En die gaan jullie vanavond zien en straks gaan jullie mee praten. En ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Veel plezier.
Zo. We komen zo bij u, maar ik heb eerst een paar korte vragen. We hebben elkaar een paar keer gesproken ook, voorafgaand. En over het maken van de film. En ik wilde eigenlijk vragen, wanneer wisten jullie... Want aan het begin van de film zit er ook een stukje met Willem Treur. En daar had je denk ik ook een film over kunnen maken. Waarom dit verhaal? Waarom deze film nu? Ja, weet jij dat? Moet ik even... Nou ja, dat... Nou ja, ik dacht wel zo? Van, die Willem Treur is nu de Starikse Doema aan het opnemen met de telefoon. En ik was bang dat hij mijn held zou stelen en zelf films zou gaan maken met hem. Dus ik dacht, ik moet die Willem Treur gewoon omkopen en hem... Ik heb hem ook betaald voor die shoot die toen heeft. Hij is toen als cameraman met ons mee op pad gegaan. En zo kocht ik hem eigenlijk weer het team in. En zo stelde ik hem ook weer, maakte ik het weer veilig. Dus dat is de relatie. Maar het was ook zo dat wij en Tarik echt op zoek waren naar een bron van inkomen. En we dachten, als we nou een beetje met die miljonairs gaan dingen gaan doen en hun heel blij maken, dan komt het misschien wel goed met ons, weet je wel. Dus we waren gewoon op zoek naar dat soort mogelijkheden. En daar is deze film uitgekomen. Ja, maar dat doet het toch nog niet helemaal. Want ik geloof niet helemaal dat jullie het doen voor alleen het geld. Er moet toch iets gezeten hebben waarvan je dacht van daar zit een film in. Weet je wat dat was? Ik had wel het vermoeden dat Philip ons uiteindelijk geen geld zou gaan geven. Maar dat hij misschien wel in was voor een cultureel avontuur. En toen heeft hij zich die richting op ontwikkeld. Maar ik heb wel altijd tegen hem gezegd dat hij ons te weinig geld geeft. Dat is goed om te weten. Misschien komen we daar nog op terug. Maar ik zoek naar waarom Philip. Kijk, dat hij een beetje... omdat hij is koning Philip. Hij wil volgens mij heet het dingen laten gebeuren. Dat doet hij wel echt. En dan... Dan gebeuren die dingen ook. Dus hij, ja. Wat bedoel je eigenlijk als je zegt van ik dacht dat er daar kan nog een hele film uitkomen uit die eerste scène bedoel je? Ja, want die is spannend. Dus als je die eerste scène ziet, ik dacht van goh, dit heeft me. Misschien komt hier nu een verhaal op en er komt een ander verhaal. Dus ik vroeg me dan af waarom ga je niet verder met die eerste scène? Wat daar uitkomt. Ik vroeg me af waarom. Oh, misschien heeft dat wel een beetje te maken dat ik het mooi vind. Dat het leven is ook zo. Je bent met iets bezig en dan word je ergens anders ingegaan. Dus voor mij is dat een soort esthetisch. Ik vind het ook mooi dat Anneke Reina niet begint met Anneke Reina, maar met een zijfiguur. Ik vind het mooi om zo een verhaal in te glijden. Omdat het lijkt op het leven, zoiets misschien. Misschien een beetje. Nee, maar het is denk ik ook hoe het ging. Dus jij had eigenlijk een soort van. Plannen met Philip en je liet Tarik naar Nederland komen om dat met jou te gaan doen. En toen gebeurde dit. Dus het is ook, dus eigenlijk, het is mooi eigenlijk, kennelijk schept die eerste scène zo'n soort van wereld, dat jij verwacht dat daar eigenlijk nog iets uit voortkomt. Maar wat eruit voortkomt is eigenlijk wat je in de film ziet. Dus het is, maar het zijn gewoon twee hele verschillende kanten van Tarik bijvoorbeeld. Tarik die eerst inderdaad verward en paranoïde naar binnen komt, de scène in komt gelopen. En dan vervolgens ineens heel rustig en professioneel Philip aan het interviewen is. Dat voelt als een enorm contrast. En als jullie Tarik vragen om naar Nederland te komen, weet je dan al van tevoren dat zijn dynamiek goed gaat werken met de andere mensen in de film? Ja. Waarom? Omdat ik denk dat Philip, dat denk ik, weet ik, hij zit hier, hij kan het misschien zelf zeggen, op zoek is naar figuren die hij kan bewonderen in de vorm van kunstwerken of kunstenaars. En Tarik leent zich daar in ieder geval binnen dat timeframe van die film voor. Dus ik had wel verwacht dat er tussen Philip en Tarik een soort dynamiek zou ontstaan. En dat klopt. Ja toch, Philip? Waar ben je? Ja. Ja, en zoals in het eind van de film gebeurt, trekt Philip Tarik ook natuurlijk weer naar zich toe. Ja, zoiets. Stefan, jij zei in een gesprek dat we hadden dat de basis voor deze film gelegd is, of eigenlijk de basis voor jullie werk ook gelegd is
In de Rietveld. In jouw opleiding aan de Rietveld. We hadden een gesprek en toen zei je eigenlijk wat wij doen, dat komt voort aan dat ik een opleiding heb gedaan aan de Rietveld ook. Welk context zei je dat weer? Help me even. Helemaal aan het na dit dat ik de eerste keer de film had gezien. Weet jij dat nog? Nee, maar je kan er wel iets over zeggen, toch? Nou ja, op de Rietveld word je natuurlijk klaargestoomd voor wat hedendaagse kunst is en hoe wij daar met z'n allen tegenaan kijken. Dus je krijgt dat labyrinth eigenlijk voorgeschoteld. Het is een petri dish, maar tegelijk is het een afspiegeling van hoe de hele maatschappij naar kunst kijkt. Dus die Rietveld is misschien geen training om heel goed te leren schilderen of zo, maar wel om die soort van geopinieerde hedendaagse kunstwereld, die moralistische wereld, te begrijpen en daar vervolgens kunst mee te gaan maken. Is dat helder? Nog niet helemaal. Ik zit er niet zo lekker in. Ik ga het maar gewoon eerlijk zeggen. Dus ik moet heel eventjes terug. Nee, we gaan zeker wel door. Dit is me nog nooit overkomen. Ik vind het ook spannend. Dat zal er ook wel mee te maken hebben. Waarom denk je? Waarom vind je het spannend? Weet ik niet, omdat het een volle zaal is. Tijd lang met verlof ben geweest. Dus het is voor mij even wennen. Sorry, dan weet u dat. Ja? Nu komt wel goed. Komt wel goed. Ik vond het heel goed. Ja, ik vind dat er een goede dramaturgie in zit. Maar ik moet wel even nadenken. Nee, ik ga iets anders vragen. Wat vinden jullie... Sorry, ik begin even opnieuw. Wat vinden jullie wat vinden jullie zelf het mooiste moment in deze film? Het einde is voor mij het mooiste. Ik vind het Inge gedeelte vind ik het mooiste moment. Waarom? Omdat je daarin eigenlijk ziet wat de relatie is met Philip en Inge om zoiets te kunnen maken. Waar dat uit voortkomt. Het is heel moeilijk om een film te maken waarin je zegt van, oh ja, je gaat bij Philip en Inge op bezoek, ga je koffie drinken en dan zie je ze een paar keer en dan ontstaat zoiets. Op basis waarvan ontstaat nou zo'n soort kunstwerk of wat dit is op deze film. Volgens mij zie je dat daar met een mooie manier op terug, met terugwerkende kracht. En hoe vaak hebben jullie elkaar gezien voordat je de film ging maken? 10 keer of zo? Zoiets. En film je alles? Meteen vanaf het begin? Nee, niet alles. Dat kan niet. Waarom niet? Omdat mensen dan zenuwachtig zijn of niet vertrouwen. Of omdat je sommige dingen kun je ook niet met een camera erbij bespreken. Dus het is helemaal niet zo dat je alles kan filmen. Wat kun je niet met een camera bespreken? Waar mensen misschien op dat moment nog geen dat niet durven of zo. Dat, ja. Maar masseer je dan een soort van voor? Nou, ik denk wel dat zo'n Charles Escher en zo'n museum een alibi is voor al die figuren om zich te kunnen laten zien. Dus als ik zou zeggen tegen bijvoorbeeld Philip of Tarik, we gaan nu een film over jou maken, dan wordt het veel ingewikkelder dan wanneer je zegt, we maken het over een cultureel probleem. Dus die maatschappelijke problemen zijn eigenlijk ook een soort frames waardoor je weer naar mensen kan kijken. En is dat voor jullie belangrijker, het kijken naar mensen uiteindelijk? Is dat wat je het liefst laat zien? Nou ja, mens als zodanig bestaat niet. Die heeft ideeën en die leeft in de maatschappij en in de cultuur. En daar probeer je volgens mij als kunstenaar, of als wat wij doen, daar probeer je een portret van te maken. En volgens mij moet je dat dus ook doen met die opinies of die cultuur of die tijdgeest. Het gaat voor een deel ook over dat jullie zeggen dat kunst met een boodschap vooraf, dat het niet moet zijn. Dus het moet iets anders zijn. Je moet zoeken naar een soort van waarheid. Maar ik vraag me af, als jullie deze film maken of andere films maken, in hoeverre weet je zelf al wat het gaat worden? Hoeveel ruimte is er voor om je te laten overvallen? Ja, dus je hebt aan de ene kant heb je het gegeven dat je een hele soort van tevoren best wel vastliggende reactie hebt op zo iemand als Charles Escher. Mm-hmm. Dus hij roept dan ergernis op en dat is puur vanwege zijn ideologie en ook de ideeën die ik daarover heb, dus mijn ideologie. Dus dat staat op een bepaalde manier, is daar niet zo, in de eerste instantie niet zo heel veel wrikruimte in. Dat duurt eigenlijk ontzettend lang voordat je daar vanaf raakt. Want je wil wel dat moment bereiken dat je eigenlijk niet meer alleen maar aan het zeggen bent
dat hij een marxist is of zo. En dat dat dan evident is, dat dat stom is. En dat sommige mensen het daarmee eens zijn en anderen niet. Dus je bent eigenlijk best wel lang bezig met gewoon een soort van zo verveeld te raken met dat onderwerp. Dat je weer kan gaan kijken naar die man Charles Esche. Wat voor iemand is hij? En ja, ik vind voor mij. Ik heb het gevoel dat je eigenlijk naar een soort van. Of niet ideologisch, maar een soort culturele slapstick zit te kijken. Dus iedereen glijdt de hele tijd uit over de banaan van de ideologie. En dat is heel, heel verlichtend. Of dat geeft een soort van opluchtend gevoel. Want je hoeft even niet meer, zelf iets te vinden. Je kan ook gewoon kijken naar hoe dat dan werkt. Hoe werkt dat? Dat soort van. Want door deze film ben ik eigenlijk ook gaan nadenken van wat voor iemand is die Charles Esche dan. Inderdaad, wat is dat marxisme? Misschien maakt dat hem uiteindelijk wel veel meer geschikt voor ons om een soort van samenwerkingsverband mee aan te gaan dan bijvoorbeeld zo iemand als Margriet Schavenmaker uit aflevering 15 uit het Stedelijk, omdat zij is veel meer een soort van corporate figuur die uiteindelijk gewoon zal zwichten voor elke druk. Terwijl Charles Esche heeft natuurlijk ergens wel een soort van ideologische kern. Een soort die en het marxisme heel erg verwant aan de romantische gevoelens. De meeste mensen die marxistisch zijn, hebben dat op een soort van romantische manier. Zijn ze dat geworden in hun jeugd of zo. Dus ik denk dat daar bij hem wel een soort van. Daar zit wel een soort van idealisme waarmee hij eigenlijk kan zien dat wat wij doen heel spannend is. Mm-hmm. Ik hoor iemand. Heeft u een vraag of een. De vraag is, Adelheid, wil jij met de microfoon? De vraag is het kunst of is het geen kunst? Adelheid komt even naar u toe, maar ik vind het wel fijn als u in de microfoon praat. Ze houdt hem vast, maar ja, u heeft een hoop te zeggen. Dat mag ook wel in de openbaarheid. Sorry, ik wil geen deel uitmaken van jullie kunstwerk. Hè. Kijk naar de film. Nee, dit is geen kunstwerk. Oh, oh, oh. We zitten hier niet in een kunstwerk. Sorry, heel eventjes. Sorry, we gaan. Adelheid, kom maar weer terug. We gaan graag met elkaar het gesprek aan. Mensen mogen graag iets zeggen en van mij hoeft voorlopig niemand weg. De meneer hier heeft een vraag. Een vraag daar, zag ik, of een opmerking? Ze houdt hem vast. Zijn er dieren mishandeld in het maken van deze film? En zo, nee, waarom niet? Ja. Nee, weet je wat een beetje is? Het laatste gedeelte van de film was al heel veel analyse en terugkijkend op de film. En nu zitten we dat weer te doen. En dus ja, ik vind het leuk eigenlijk als iemand boos wordt. Is iemand boos? Kan er iemand boos zijn met een microfoon? Ik ben ook niet boos. Ik vond het heel leuk. Heb je een vraag? Is er iets wat jij zou willen weten? Ja, maar dat zijn zulke intieme dingen dat ik daar niet. Ik vind het raar om dat nu te gaan doen. Nou, nee, ik vond het een hele leuke film. En ik zag dat jullie. Het allerleukste zijn die hele ongemakkelijke situaties. En die jullie dus ook niet meer trokken. Dat Stefan zichzelf bijna ging excuseren. Van, ja, nee, dat wilde ik eigenlijk ook niet dat het zo onaangenaam was. Maar ik wil het nog veel onaangenamer hebben. En jullie mogen nog veel harder zijn. En dan wordt het nog spannender. Ik vond dit een van de jullie beste van de Kirax. Misschien wel de beste. Ja. Hoe zien jullie dat zelf? Vinden jullie het een van je beste films tot nu toe? Of misschien wel je beste film tot nu toe? Nee, nou ja, dat andere wat Hans zegt is natuurlijk interessant. Dat of je dat dan nog harder zou willen. Ja, ik zit dan ook met verbazing naar mezelf te kijken naar dat gevoel van sociale wenselijkheid. Of dat je. Daar wil je ook al films over maken. Je wil volgens mij niet alleen maar. Die soort van ongemakkelijke psycho zijn. Volgens mij moet dat consensus zoeken. Dat soort van. Dat polderen. Dat wil je alleen maar. Ja. En wel geargumenteerd. En wel
Wacht heel even. Ik. Maar. Schattig, maar tegelijkertijd denk ik van nee, ga er echt vol in. En ik zou zelfs leuk vinden als je een handwapen mee zou nemen om af en toe iemand af te schieten, links en rechts. Want het is hoog nodig. Dat was het. Ik zie je knikken, maar wil je erop reageren? Ja, we worden echt ingewikkeld. Misschien is dat... Maar ja, als je niet wil, hoeft niet, maar ik vraag me gewoon af. Nou, omdat dat... Dat harde, soort van psychopaten, rationele, waarmee je ook... Dat is eigenlijk niet waar het over gaat, want je staat daar ook echt met Inge. En dat kan misschien ontzettend soft zijn of zo. Maar dat interesseert mij wel net zoveel. Of ook die relatie die met Charles Escher hebt, als al die andere dingen. Dus ik zoek volgens mij wel echt naar een vorm om dat allemaal in te brengen. Het is belangrijk om de relatie ook goed te houden. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Dat is nog een vraag, ja. Ja, jullie zijn nogal kritisch, zeg maar, op kunstenaars die kunstwerken maken waarin ze eigenlijk vooringenomen starten. Zeg ik dat zo goed? Ja. Hoe doen jullie dat niet? Want volgens mij zijn jullie daar een soort van meester in. Nou, ik denk dat het verschil is dat wij ook wel weten wat we van Charles Escher vinden van tevoren. Of misschien ook wel van Philip of van Tarek of van Marxisme. Maar wij gebruiken die vaststaande elementen als een frame waarmee we vervolgens een flexibele situatie creëren. Terwijl Jonas Staal of bijvoorbeeld jij in kunst vaak... eigenlijk al van tevoren weet wat de uitkomst van het kunstwerk is, de betekenis, de moraal ervan. En dat ook centraal staat in het kunstwerk. Dat jij die moraal of dat punt wil overbrengen. En dat we daar ook met z'n allen dan aan het eind achter moeten komen. En alle dingen die gebeuren in het traject na het overbrengen van die mening, die staan allemaal in dienst van dat overbrengen van die mening. Dus als jij je kat opzet, dan heeft dat een doel om uiteindelijk dat te zeggen. En dat staat vast en dat is heel saai. Zie je dat zelf zo? Zie je het anders? Nee, ja. Hoor erbij. Nee, dat is echt totaal bullshit. Maar in Jonas Staals geval is het wel waar. In mijn geval niet. Jonas Staals, mijn ex, ik was 4 jaar met Jonas Staals. Ik ken hem heel goed. Het is een charlatan. Maar dat terzijde. Maar we moeten hier denk ik over doorpraten een andere keer. Maar dit... Ja. Ik? Ja, dat is goed aan jou, vind ik. Ik ben vat er wel. Ja, absoluut. Hoe? Deze is denk ik wel meer voor aan de bar. Ja. Nee, nou wordt het leuk. Ik denk dat het nu wel leuk wordt, hoor. Nee, ja, ik weet niet waar ik moet beginnen eigenlijk. Behalve met dat even terug naar mijn eerste vraag aan jullie. Want volgens mij zijn jullie zeer vooringenomen. En jouw antwoord is eigenlijk van ja, maar wij gebruiken dat. Maar ik zie dat eigenlijk helemaal niet, dat jullie dat gebruiken. Ik zie eigenlijk... Een extreme vooringenomenheid. En ik heb de indruk, maar correct me if I'm wrong, dat er in hoe jullie die film maken, of ook eigenlijk in de voorgaande films, dat daar geen ruimte is bij jullie voor een andere mogelijkheid. Dat het zo van tevoren al vaststaat in jullie hoofden wat daarin zit, wat er gaat gebeuren. En welke positie mensen jullie onderwerpen hebben. Dat er geen ruimte is dat dingen anders kunnen lopen. En als het al zo zou zijn, dat niet in jullie film terechtkomt. Ik vermoed dat. Het is dus eigenlijk een vraag of dat zo is. Philip wil iets zeggen. Nee, ik wil eerst een reactie van jullie. Nou, heb je een moment gehad tijdens het hebben het anders vragen? En Ado Heet komt naar u toe. Heb je een moment gehad tijdens het maken van deze film wat je echt verraste? Dat je dacht, we moeten nu een andere kant op dan waar we heen gingen? Nee, ik denk dat je het zelf... Dat je het, ja, ik vind het een goede vraag, hoor. Dus ik kan er best wel op ingaan. Ik ben het gewoon niet met je eens. Want ik denk, je ziet een Tarek aankomen aan het begin die bepaalde gevoelens heeft. En dan vervolgens...
Volgens mij zie je... Wacht even, rustig aan, liever niet door elkaar. Ik denk dat je daar ziet dat Tarik acteren gebruikt om uitdrukking te geven aan zijn gevoelens. Dus dat is natuurlijk nooit zwart-wit, zoals jij nu stelt. Het is gewoon acteren, want als het acteren is, dan is het improviseren. En waar komt dat dan vandaan? Dus dat is ook een onderbewust proces, inderdaad. Dus Tarik wist van tevoren niet dat hij die dingen ging zeggen. Stefan wist niet dat hij Tarik zo zou aantreffen. En wij wisten niet dat Philip inderdaad voor elkaar zou krijgen om ons tegenover Charles Esche neer te zetten. Dus het is allemaal één groot strategisch spel wat zo heeft uitgepakt. En ook... Nu heb je toch over heel iets anders? Dingen onverwacht zijn, maar dat is heel iets anders dan wat jullie ervaren. Je hebt het over een moreel iets dat je in de kunst... Oh, sorry, ik ga heel even één ding tussendoor. Zullen we het in de microfoon doen? Ja, ik hou hem vast. Nu gaat het of dingen al dan niet geïmproviseerd zijn en bedacht zijn. Dat is wat anders dan dat je een moreel standpunt neemt en daar naartoe werkt. Maar dat is dus niet iets anders. Dat is dus niet iets anders, want wat je in die film ziet is hoe moraal en ideeën en gevoelens allemaal met elkaar verbonden zijn. En dat je ook ziet waar het bij iemand vandaan komt en dat er wel degelijk een zoektocht is van onze kant om te kijken wat voor iemand is Charles Esche nou. Je krijgt eigenlijk op een bepaalde manier een soort van, je ziet Charles Esche in de verte, je ziet hem zoals wij hem zien, maar je hoeft niet van hem te vinden wat wij van hem vinden. En ik weet niet eens wat ik van hem vind. En dat zit ook, volgens mij zit dat in de film, dat die verslagen gevoelens en alles. Dus je ziet dat de aanloop begint met een soort van ideologische verontwaardiging, beiderzijds. En dat daaruit een soort interactie voortkomt die wel degelijk ook weer weerslag heeft op die ideologische aanname die eraan vooraf ging. Dus... om te zeggen dat het... Kijk, het gaat erom dat in het werk van Jonas Staal staan er gewoon labels op met gender equality. En dat het de bedoeling is dat je vindt dat heel erg goed is. Terwijl je verder... Ik bedoel, wij hebben iemand erbij moeten halen, Ammer, die heel veel van het Midden-Oosten weet, om te begrijpen waar dat werk over gaat. Dat zit niet in het werk zelf. Daar kun je niet achterkomen. Terwijl in deze film kun je gewoon zien wat wij vinden. Je kunt ook onze ongemakkelijke situaties vinden. Je kunt ook zien wanneer wij een uitglijder maken. Wacht even. Het speelt zich op een heel ander gebied af. Namelijk dat het niet specifiek een politieke moraal nastreeft en al van tevoren vaststaat. Jullie zijn op zoek, jullie hebben wel inderdaad ideeën over bepaalde dingen en daar zo start je en je staat open voor eventueel andere zaken en zo maak je dat ding. Maar het is totaal niet iets wat een vooropgesteld politiek moraal nastreeft. Waarbij die moraal eigenlijk belangrijker is dan de kwaliteit van het kunstwerk zelf. Dat is namelijk wat ik vervelend vind en wat ik meende dat er ook bij jullie te proeven. Dat wij dat vinden of dat wij dat doen? Nee, dat jullie dat vinden. Ik denk dat je ziet dus, maar als ik deze film dus nu kijk en dan kijk ik terug en dan heb ik dat hele werkproces doorgemaakt, ik vind het een beetje lachwekkend bijna dat wij daarover discussiëren voor de zoveelste keer. Dus het wordt, voor mijn gevoel is het een soort van komedie waarin wij ineens dat ding weer heel, heel serieus nemen op het moment dat ik tegenover Marianne en Charles is, neem ik dat ineens weer heel serieus, terwijl ergens zie ik dat mijn interesse gaat uit naar wat voor iemand is Inge, wat voor iemand is Philip, wat is hun relatie, wat voor iemand is Charles Esche, naar wie gaat hij 's avonds naar huis, bij wie ligt hij in bed, wat voelt hij, wat is zijn leven, al die dingen. Maar je krijgt daar natuurlijk niet zomaar toegang toe en ideologie is wel degelijk een soort van... lus of een soort haakje wat je kan gebruiken om eigenlijk meer om iemand te ontkleden en te zien of niet. Sommige mensen glippen weg en dan zie je het niet en dat is ook mooi. Philip, je wilde iets zeggen. Ik snap niet waarom dat die man van het Schnitzelparadijs gewoon maar kan zeggen wat hij wil terwijl ik aan de beurt was. Het spijt me, ik had eerder naar je toe kunnen komen. Jij wist dat ik hier zat te wachten en je begint er gewoon doorheen te roepen. Maar we zijn nu... Nu ben ik het kwijt. En terwijl ik heel... Laat me dan iets anders vragen. Dat, als ik het nu mag zeggen, dan komt het eruit. Dan gutst het naar buiten. Maar wat vond je ervan om de film nu te zien in zo'n volle zaal? Wat vond je ervan? Toen ik de film voor het eerst zag, toen was ik heel boos. En toen heb ik Stefan onzeker gemaakt door hem te vertellen dat hij gewoon
misschien helemaal geen geniale kunstenaar is. En toen zei hij van, denk er maar eens over na, hier heb je de link, kun je nog een keer kijken. En dan zie je dat, dat die film op een hele bijzondere manier, eigenlijk zoals kunstenaars kunstenaars die gelaagde kunst maken, dat hij op precies dezelfde manier te werk gaat. Dus dat die hele film vol zit met verwijzingen naar wat wij hebben meegemaakt. Wat bijvoorbeeld de mensen die hier zitten te kijken helemaal niet kunnen bevatten, omdat het dingetjes zijn die heel privé zijn. Of die. En daarnaast zit die hele film ook vol met, bijvoorbeeld in het begin gaat het over de Joden en de Arabieren. En dat, dan zie je dat dat op een of andere manier door die hele film gaat. En dan zie je dat Stefan als een soort, ja, als een pastiche of een die hele film in elkaar geboetseerd heeft. Hij heeft gewoon ongelooflijk veel film. Hij staat de hele dag staat hij te filmen en mensen uit een tent lokkend probeert hij het materiaal bij elkaar te krijgen. En dan komt er een film uit die totaal niet lijkt op wat hij van plan was te gaan presenteren. Ook kun je wat jij net zei over de esthetica van de film, of de hoe je de film in filmisch opzicht kunt bekijken. En aan de andere kant het morele aspect. Ook dat is helemaal veranderd tijdens die film. Ik dacht in het begin dat zij erop uit waren om die boze Charles uit het museum te drijven, maar daar gaat het helemaal niet over. En je ziet ook dat hun opvatting ten opzichte van dat aspect helemaal veranderde in die maanden dat ze ermee bezig geweest zijn. En ik heb een week of een maand ruzie met ze gehad. Ik dacht dat we klaar waren. En ineens viel dat ding bij mij in de bus van, er is een film. Ik wist ook niet dat het over mij zou gaan. Ik dacht dat het een film over Paul van Es was. Echt. King Philip lag op de deurmat. Ik had niet eens geld gegeven. Ik heb hem gewoon niks gegeven. Mag ik toch nog vragen over iets specifieks? Was de eerste keer dat je de film zag wat je boos maakte? Sorry? Was er iets specifieks wat je kan herinneren wat je boos maakte die eerste keer? Nou, dat heeft te maken met het feit dat je zit naar die film te kijken en dan zie je van, hey, als ik 's morgens in de spiegel kijk, dan zie ik een heel andere Philip dan hij mij laat zien. Dus ik wil die andere Philip wil ik nu zien. En ja, dat was niet de afspraak. Dus daar word je dan boos om. Wat? Die Philip betaalt ook. Nee, dat ging niet. En dan zie je allerlei andere mensen die. Ik kan me herinneren dat ik tijdens die film. Ik zat daar met Martin en nog een journalist en nog iemand in deze zaal. En Inge zat naast mij. Ik dacht als dadelijk er iets gebeurt waardoor Inge op een of andere manier een kreukje oploopt, dan sla ik voor zijn bek en dan loop ik weg. Dus de film was voorbij en ik was zo met mezelf bezig dat ik die hele film niet gezien had op het eind. Dus daarom vond ik hem ook niet zo goed. Dus ik had pas in tweede instantie was er pas ruimte om naar die film te kijken. En in derde instantie, ik heb hem gisteren voor de derde keer gezien, of voor de vierde keer. Die film moet je eigenlijk vier keer kijken, omdat. Ja. Ja, je denkt, ik heb het woord, ik ga hem houden. Ja. Ik luister ook graag naar mezelf, hoor. Laatste ding, waarom moet je die film vier keer kijken? Wat zag je de derde keer wat je de tweede keer niet zag? Er was één extra fragment van mij ingemonteerd. Nee, de derde keer zag ik dingetjes van bijvoorbeeld wat je hier ziet, Philip. Er wordt verteld over. Kijk, wat niemand weet, is dat ik bijvoorbeeld Kate gevraagd heb om 10 schilderijen te maken van mij. En dat ik dan. Die ontwikkeling die zich daarin zou voordoen, dat goed was voor Kate en dan had ik 10 schilderijen. En Kate vertelt in die film dat een wispelturige man zoals ik
haar hoofd op hol brengt en dat ze iedere keer daarvoor valt. En dan zie je mij met die bonte vliegenvanger. En eens, en dan zeg ik tegen Tarek, ik wil jouw kunst zien. En Tarek, die is van de WAP, want hij gaat nu geld verdienen. Voor het eerst. Iemand wil zijn ding kopen. En dan ben ik 1 seconde later ben ik alweer aan een roos aan het ruiken. Ik ben wel weer met iets totaal anders bezig. Maar dat soort dingen zitten in die zitten in dat verhaal. Dat klopt, ja. Ik zag mij Ik zag mij niet zo hap hoor, Filip. Volgens mij ben jij gretiger. Maakt niet uit, je hebt hem pas 1 keer. Oké. Okay. Wanneer is ze, want het is nu een film, is het afgelopen, zeg maar, met Charles Esche? Is het, zeg maar, of zit er nog een, zouden jullie een vervolg maken, zit er nog iets in? Is het eigenlijk, maar voor jullie dit idee, dit project, is het afgerond? Nee, Charles Esche heeft de film gezien. Hij zei dat hij hem heel goed vond. En we gaan nog met hem zitten, dus. En jullie willen graag in het Van Abbe met deze film te zien zijn? Niet per se, maar ik zou wel graag met Charles Esche verder een onderzoek doen naar hem en dat museum en hoe dat gaat. En wat wil je dan nog precies van hem weten? Nou ja, dat marxisme bij hem, dat gaat er bij hem over dat hij zijn ego wegdoet. Dus zich opoffert aan andere mensen. Maar ik denk dat aan de basis van dat marxisme een soort, inderdaad die romantische drive is die Kate ook beschrijft. En ik denk dat als je... Dat je op een bepaalde manier iets met het marxisme kan doen, waardoor dat weer een soort pre-marxistische kern vindt of zo. Zo'n soort fantasie heb ik over Charles Esche, dat we hem nog iets met hem gaan doen. En hoe ziet die pre-marxistische kern er dan, denk je, uit? En hoe ga je die eruit krijgen? Nou, ik denk dat hij er dus romantisch uitziet. Mm-hmm. Maar de grap is natuurlijk dat in de hedendaagse kunst scene heb je de curators die bepalen alles. Maar die zeggen dat het niet over hun gaat, maar over de kunst die ze gebruiken om hun dingen te laten zien. Wat wij natuurlijk doen is zeggen, nee, het gaat inderdaad over jullie. Maar nu word je ook het onderwerp in die film. En die soort van een beetje managerstructuur, die vind je natuurlijk overal terug in de wereld. Dat is een soort machtsspel wat gaande is. En daar kijk ik naar uit. Ik denk dat ik dat nog verder met hem kan uitwerken. En denk je dat hij dat wil met jullie? En dat is niet hoe ik denk het binnen. Wel, ja. Ik denk dat hij ook uiteindelijk gezien wil worden. Zoals wij allemaal. Zoals we allemaal. Toch, Hans? Ja, ja. Klap maar nu, hè? Ik wil er nog iets over vragen, want op het moment dat je dan... stel, het gaat allemaal heel erg goed met Charles Esche en jullie gaan een hele grote tentoonstelling doen in het Van Abbe. Hoor je er dan niet bij? En is het dan, zeg maar, hoe ga je daarmee om? Want dan ben je toch eigenlijk op een bepaalde manier ook deel van het establishment. Is dat iets waar je naar uitkijkt? Wat denk je daarover? Ja. Wil je dat zeggen? Dat is een grijp maar. Ik heb deze vraag echt wel vaker beantwoord. Mensen zijn daar heel vaak bang voor. Terwijl ik denk natuurlijk... Laat het alsjeblieft gebeuren, want dan kunnen we gewoon leuke dingen gaan doen. Ik denk dat ik gelijk heb. Maar ik ben heel benieuwd wat er gebeurt als je dus in dat museum... Als je daadwerkelijk iets kan gaan doen samen met Charles Esche. Als je niet weer diezelfde riedel krijgt. Als dat iemand zegt, nee, we gaan niks met jullie doen, want jullie zijn niet goed. Of zoiets dergelijks. Dat je daar dan weer een originele reactie op moet voelen of zo. Wat ik dus ook helemaal niet meer voel. Hè? Ik vind het niet meer indrukwekkend. Ik vind het ook niet meer interessant. En ik denk ook de reden dat het mij leuk lijkt is omdat ik dus inderdaad zie dat voor zo iemand als Charles Esche er wel degelijk een reden kan zijn om met ons samen te werken. Omdat hij ook op een bepaalde manier vastzit in dat museum in Eindhoven. Hij heeft iets gedaan wat ongeveer 20 jaar geleden revolutionair was, namelijk een soort van activistische kunst. Daarmee heeft hij goede schijn gemaakt en inderdaad is hij in de Art Power Top 100 beland. En Hij heeft veel te zeggen op grote kunstbiennales zoals de Documenta en zo. Maar de inspiratie is wel echt een beetje opgedroogd. Dus hij moet iets gaan doen of hij verdwijnt en verpietert langzaam.
Ja, ik ben gewoon benieuwd naar die soort van wederzijdse bevruchting, denk ik. Ja. Dat is mooi gezegd. Heeft er iemand nog een... Ik zag meneer Willem. Ja. Wil je iets anders vragen? Nee? Helemaal goed. Nee, ze houdt hem vast. Sorry. Sorry. Nou, ik heb er dan ook twee. Vraag één is, wat doet Bert Brussen nou eigenlijk in die film? En wat is precies zijn functie? En de tweede, ik had het interessanter gevonden, maar in al jullie werk eigenlijk, als jullie je eigen moralisme ook ter discussie stellen. En dat gebeurt hier niet. Snap je wat ik ermee bedoel? Dus jullie dringen als het ware jullie ideeën over kunst op aan deze mensen. Die worden daardoor overvallen. Maar verder in het, en jullie analyseren je eigen optreden, maar je vraagt je niet af... Ja, dat moralisme van ons, waar is dat eigenlijk op gebaseerd? En wat is dat moralisme van ons dan, volgens jou? Dat jullie je eigen, eigen opvatting over kunst superieur vinden aan die van hen. Maar je hebt toch een... Maar heb je niet... Maar... Sorry? Ja. Wat heeft dat zullen we eerst heel eventjes even terug? Nee, maar het is... Kijk, zij onderzoeken alles, analyseren alles... behalve hun eigen positie in dit theater... Maar sorry, sorry, we houden het centraal. Oké. Okay. Laten we eerst even teruggaan naar die eerste vraag. Wat doet Bert Brussen in deze film? Ja, het is ook een gevoelskwestie. Dus Marianne zit in die baarmoeder van die soort van kille baarmoeder van Jonas Staal te praten over verbinding en healing. En Bert Brussen die is echt helemaal naar dat dorre landschap gegaan en zit daar ook in een soort, meer in een soort, ja, die, dat ravijn zo. Naar die kloof te kijken. Hij is helemaal daar naartoe moeten gaan, want hij zo'n hekel heeft aan Marianne en Charles Escher en alle andere Mariannes en Charles Eschers in de wereld. Om een beetje rust te krijgen. En nog is hij, geeft hij geen rust. Dat was. En het is mooi dat hij het zelf schetst, hè? Want met Brussel zie je normaal altijd. Nou, hij is best ironisch trouwens, maar ik vind het prachtig dat hij die pet op heeft gezet en dan staat te wijzen. Ja, ik vind het een mooie scène, zoiets. En de tweede, wil je daarop reageren? Ik denk dat jezelf superieur vinden niet echt een eigen moraal is. Ik denk dat je superioriteit moet worden gechallenged door een ander. Dus je moet dan verslagen worden in die positie die je hebt. Dus ik ben eigenlijk aan het wachten naar een vijand die dat daadwerkelijk met mij kan doen. Ik hoef mezelf niet te verslaan. Dus dan weet ik eigenlijk nog steeds niet wat jij met moraal bedoelt. Nou, laten we even erheen blijven. Kijk, jullie dringen Escher in de positie dat hij eigenlijk in feite een moralistisch standpunt inneemt in zaken kunst. Hè? Nee, joh, dat dwingen ook wij omdat het een politiek toe. Standpunt is, dus het is altijd moreel. En dan vind ik, dat is ook het interessante veel, of interessant hebben gevonden als Kate in de film op een gegeven moment zichzelf had ondervraagd over de vraag hoe komt het eigenlijk dat wij vinden dat onze opvattingen over kunst zo enorm superieur zijn aan wat die sponsors daar te berde brengen. Hè? Die hebben allemaal obligate meningen over kunst en zo. Die kennen wij allemaal maar, ook. Dat, ja. En dat doe je niet echt. Weet nee, je, maar ik denk ook dat doen we niet, omdat het eigenlijk in dit geval helemaal niet meer daarom gaat. Het gaat er gewoon om dat Philip ons heeft uitgenodigd om dat te doen. Dus je ziet dat wij eigenlijk opportunistisch daarmee omgaan. Dus dat is obvious. Daarom maakt Tarik ook die grap dat wij mercenaries zijn. Dus ik ga daar niet lopen reflecteren op iets wat ik eigenlijk alleen maar doe uit nieuwsgierigheid naar wat gaat er gebeuren als ik die dingen... Kijk, dat ik die dingen vind over kunst en dat ik meer hou van een boek waarin je leest dat de schrijver echt niet alleen maar een idee van wat hij goed en kwaad vindt inderdaad aan het uitwerken is. Maar dat eigenlijk toetst aan de wereld, in het verhaal, et cetera. Dat vind ik. En ik zeg niet dat dat superieur is, maar ik vind dat. Ik vind dat fijn. Ik hou daarvan. Ja, nee, maar... En ik vind het ook fijn als ik dat zelf kan bedrijven op die manier. Dus als je daar kunst over wil maken dat je dat vindt, dan moet je iemand opzoeken die het tegenovergestelde vindt.
Okay, dan zodat je dat kan laten zien, dat spel van oneenigheid en weet ik veel wat. En uiteindelijk ligt de kritiek er natuurlijk in dat wij... Dat in dit geval is het al een soort van vaal geworden spel. Het is een soort de laatste viool. We hebben dat liedje al zo vaak gezongen. En het is Philip die ons met dat verhaal weer naar het Van Abbe stuurt. Ja goed, maar dat begrijp ik. Dat is ook jullie werk. Je legt de kwade trouw in die kunstwereld bloot en zo. Dus dat zou interessant zijn waarschijnlijk als de volgende keer jullie jezelf confronteren met iemand die een soort intellectuele geweldenaar is. En die wel jullie ook kan ontregelen. En waardoor je dus zelf ook in een positie komt waarin je nu deze mensen plaatst. Maar volgens mij... Dat zou ik interessant vinden. Maar wat echt interessant is aan de situatie is dat die geweldenaar, die bestaat niet. Dus in zekere zin maken wij kunst over het ontbreken van een tegenstander. Dat is natuurlijk een heel gekke situatie. De eerste moet zich nog aandienen. En ik zit er ook echt vol verwachting op. Ik zit erop te wachten. Dus ja. U krijgt het woord. Het is leuk geweest. Die man die blijft maar zeuren. Die wil een antwoord hebben waar hij geen antwoord op kan verwachten. Het zou helemaal niet eerlijk zijn tegenover degene die de film gemaakt hebben. Ik vind het onzin wat die man zegt. Echt. Echt dik onzin. Is er iemand anders die nog iets wil vragen of iets wil zeggen? Ja? Ja, ik wil eigenlijk iets vragen over kunst. Want ik vond een heel interessant deel van de documentaire, een stukje waarin Tariq praatte, waarin hij zei, al wat Charles Esser zei, zegt dat is onzin, het gaat eigenlijk om perceptie en zo. En ik zat daar heel aandachtig naar te luisteren. En ik ben eigenlijk heel benieuwd wat jullie zouden doen als je ook echt dat zaaltje krijgt, zeg maar. Want dat marxisme wil je niet, maar ja, of je over een alternatief hebt nagedacht, zeg maar. Wat wil je doen met het Van Abbe Museum? Ja. Misschien heb ik daar niet over nagedacht, want ik heb ook het idee dat je... Nee, ik heb wel over nagedacht, maar dat is echt heel lang. Dat is nog zo aan het broeien. Dus het is moeilijk om dat nu... To be continued. Ja. Dat is het avontuur. Dat gaat nog komen. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik vind de sfeer ook heel leuk hier. Er is echt veel... Dit maakt echt dingen los. Ik was gewoon een stikvraag die mislukt is, hoor. Neemt u al wat jullie gaan doen in het verhaal? Nee, natuurlijk niet. Daar gaat het nog wel. Hallo. Hi. Sorry. Nee, maar wat we misschien wel over zouden kunnen vragen is, waar begin je? Begint als je nu gaat nadenken over wat je volgende stap wordt. Begin je zelf of begin je in de gesprek met Charles Esche? Was die eerst, zeg maar, bel je eerst hem of ga je eerst samen praten over wat je wil? Nee, je gaat niet samen praten over wat je wil. Waarom niet? Nee, volgens mij wordt het begint op te breken. Ja, ik moet er heel erg naar. Als u heel even blijft zitten, dan ronden we gewoon gezellig en netjes af met elkaar. Hey. Ja, godverdomme man. Wat doet hij? Wie doet dat? Ja, ik heb die nou. Alleen dat dopje is belangrijk. Oh, dat hebben we nog, hè? Ja? Sorry, zullen we heel even de makers van de film een applaus geven, alstublieft? Ja. Mensen, ik zit nog, ik ben nog gewired. Zeker.